weinig energy. Het moet juist het lekkerste van allemaal. Oh, ik weet niet, Red Bull, die Slammers is de Slammers is zoeter. Voor de dingen is lekker. Geef me gewoon een Fernando zo. Die blauwe Red Bull en die Tropical Red Bull. Ja, oké, die zijn lekker, maar ik vind die normale Red Bull vind ik minder dan gewoon Slammers of zo. Ik vind je wel lekker, maar geef mij maar een door meer goed tijdens werk om in koud uit te komen. Ja, dan is die lekker als die koud is, maar als je hem in de supermarkt koopt de en het niet gekoeld, zijn die andere energies nee, lekker. Nee, godver. Oh. Snap je? Ik kan geen enkele warme energy drinken, man. Geen warme energy, maar gewoon niet gekoeld. Ik weet niet wat ze met die fucking Slammers doen, waarschijnlijk injecteren ze er gewoon kanker in. Want dat blik is altijd koud, die drinken erin ook. Hoe is het mis? Het zit niet in de koeling, maar het is gewoon koud. Ik kan gewoon geen warm drinken, ik word boos als ik het drink. Gewoon afschuwelijk. Zag je wel pieken, dat vieze hoer, koude Omega. Mijn vader houdt van warm drinken, ze gaat altijd. Warm drinken, wat? Ja, dat is echt lekker. Wat bedoel je? Oh, drink wat warm is. Iets niet gekoeld. Kijk, chocomelk kan je allebei drinken, warm en koud. Chocomelk. Ja, warme chocomelk is lekker, maar niet die gewoon als je koude chocomelk drinkt. Het ligt aan het weer. Wordt. Broer, ik zeg echt aan het weer. Als je gewoon chocomelk koopt, die koude gewoon die merk chocomelk en je warmt hem op, is hij gespannen, hè? Wat die, met die band hierop. Wat? Je hebt zo'n merk. Nee, dat is Nesquik. Dat is Nesquik, maar gewoon echt chocomelk. Maar goed, bedoel je uit een pakje dat ze dat in een glas schieten dat warmen? Ja, dat wist ik niet. Broer, iemand heeft het hier gewoon te proberen. Dat is het makkelijkste wat je kan doen, maar ik weet niet, van Nesquik, die poeder, dat ding wordt nooit zoet of zo. Ik weet niet. Sommige mensen zetten melk erbij. Ja. Van Nesquik is raar, ik zweer. Maar kan je van Nesquik? Hij is lekker, maar die van Chocomel zelf is gewoon lekkerste. Vroeger ging ik altijd stiekem met een lepeltje in die Nesquik. Oké, dat is wel lekker. Oké. Daarmee kan je wel gewoon lekkere chocoladesaus in maken. Met die poeder. Ja, man. Ik van waar gooit hij dat? Je vieze hoer. Je gewoon heel klein beetje melk erbij doen en dan kanker voor poeder en dan roeren. Mijn movement is zo wack gewoon, nu. Nu dat zeg, ga ik letterlijk tegen elk klein steentje aan botsen in Black Ops 3 en gewoon ga ik alles choken. Let op. Jij wil geen Battle Royale. Nee, jij wilt geen kanker Battle Royale, kanker hoor. Ik zei dat, ik kom. Ja, maar, 5 potjes, dat is dat. Slecht. Don't hit me like that, please. Just maar je weet hoe het gaat. Als ik zeg 5 potjes en ik krijg suiker om te doodgaan, ben ik weer. Dus ja, je hebt het niet zo gezegd. Nee, dat zit je nu gewoon nu allemaal ter plekke te verzinnen. Vieze vuile kankersnoot. Nee, hou je back. Oh ja, dat zou ik doen. Ze allemaal ammo hier. Kijk. Even iets doen, ja? Oh, wacht. Weet je als mijn teammates slecht zijn, hè? Ik gooi mijn Black Ops 3 gewoon ik heb een trap. Ik ga doen wat ik tegen Rowan heb gedaan. Mijn duim is moe. Ik heb geen zin om te veel te springen. Niet veel. Dus ik kijk een video, hè? Dit is zo'n default skin. Hij zat in een 1x1 gewoon op de grond. Hij zet een trap erin. En allemaal loot aan de bovenkant. Maar hij heeft het waarschijnlijk altijd geëdit. Zodat ze naar beneden valt en dat je zijn hoofd uitsteekt, maar je ziet zijn hoofd niet. En toen ging ze naar beneden, gingen ze dood door die trap. Had echt 3 kills ermee gepakt. Echt vies. Ik ga het ook doen. Ik ga het zo doen. Kijk of het werkt. Die valt niet mooi. Wie kijkt naar CD? CD is kanker grappig. CD, nee. De Fortnite YouTuber. Hij is niet goed ofzo, maar hij is gewoon grappig. Wat een slijt. Je moeder. Zeg op die kak. Motherfuck. Ik ga de deurburger ga kapot slaan. Ik ga 80 hout eisen. Hij komt daar gisteren pas achter, het liefje. Hij weet het door mij. Maar deurburger 80 hout. Ja, maar eerst heeft hij maar. Is het maar 10 of zo. Dus ja. Daarom had ik het nooit. Deurburger 85. Ja. Ja, altijd. Ik weet hoe ik erachter kwam. Ik sloeg het gewoon een keertje. En toen kreeg ik opeens fucking 20 ijzer per hit ofzo. Ah, daar is die enemy. Nee, niet killen. Don't kill him. Ja, why did you kill him, man, rookie? Why do you want to run away? Run away. You stupid baboon.
als die enemy waar hij op schoot. Was hij loot? Let's wait with this job. Wat hoor dat zeggen, oh, als hij mij outgunt, dan ben ik trash, ik zweer het. We are not the same. Fuck the same. Percocet. Molly Percocet. What the fuck? Waarom slide jij opeens? Heb je autisme? What the f- oh, hij one-shot mij met high caliber. Ik zweer, ik krijg kanker. I'm done. Hij fucking shivaat mij in mijn hoofd één keer. Ja. Ik zweer. Ik ben helemaal klaar. Ik was op een fucking 19 streak. Is dat niet altijd? Altijd zo? Wat? Dat ik dood ga door bullshit op streak? Ja. Shiva headshot. Ja, one shot headshot. Lekker kanker ripper, lekker lekker. Is dat echt zo? Ja, Shiva is one shot headshot. Met high kill. Ik heb het echt lang niet... Ik heb het echt lang niet gespeeld. Zo lang was ik... Eerlijk voor die werk. Daarom is dat kanker ding zo hinderlijk met Haikel, jongen. Eén kanker... Oh, daarom gebruik ik het altijd. Ik gebruik Haikel op een Fastmax. Dat is een hore ding, ik zweer. Shiva zelf vind ik al hinderlijk om tegen te spelen. Laat staan als dat de fucking Haikel een rapper fire heeft. Nee, het is niet leuk. Daar had ik een Tempest clip meegemaakt. Hoe was er geen Calamity? Ik snap het nog steeds niet. Dat is zo, ach man. Daar ga ik dood. Ik zag nog wel het nuclear streak. Was dat gisteren? Nee, 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 niet gisteren. Oh, oh, dat had je die clip van gisteren bedoelde. Nee, toen spoor ik met een Purifier, no skill. Wat weet je? Toen spoor ik ook met Purifier. Oh, die clips? Dit vier is het onderpaal. Nou, Navarro, op hoeveel had je gisteren gechoken? Toen bij dat gechoken. 21, in 1 minuut. In 1 minuut zat ik op het 20. Nee, 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 niet doen, niet doen, niet doen. Toen we samen die nieuwe hadden gechoked in diezelfde potje TVM. Ik wil niet even praten, ik weet het zelf niet eens. Ik had op 26 gechoked, omdat ik die... Oh, hij ik kreeg Hitmarkers op 27 en toen kwamen ze kanker boyfriend teammates in mijn rug spawnen, letterlijk. Letterlijk. Waar vier teammates daar die enemies blijven respawnen, the fuck. Oh, waarom moet je me zo hard raken jij? Oh mijn god. Als je mij had gesnijd, ik zou schreeuwen. Oh mijn god, mijn vader, mijn teammate gaat 1 op 24. Die ene kill is de final kill. Hij heeft iemand gewoon fucking 2 shot headshot met KM. Wow. Fucking waar is hij? Ik schiet op die boos. Hij gaat. Ik raak hem niet. Enige game waar Haikel me nog niet zoveel suiker heeft gegeven is Black Plezier, maar dat gaat nog komen. Oh, deze camper irriteert mij. Gaat alles mis? Hi, man, I get those goosebumps every time. Weet je wat ik echt haat? Fucking Turkse en Marokkaanse bruiloften. Krijg je me echt suiker. Ach, gewoon suiker. De hele wat dag moet je heel, zo fucking veel lawaai maken. Ik ben bezig met mijn leven. Dus ik kan... Alsof dit gaat ontploffen ofzo. Fuck. You come around, yeah. You need some na-na-na-na-na-na-na-na. Worry about those problems. Man, I get those goosebumps every time, yeah. Sucking dick, yeah. Navarro's gay, yeah. Grapje, dat is Dylan al. Want hij wil die billen, man. Navarro stopt een tolly in een pony. Zegt hij noni. Alhamdulillah. Abdi bismillah. Navarro neukt je bitch hardcore. Fun for. Misschien die Vanjor.
Ja, lekker campen. Kom, als... Oh, wacht, ik ben hier in de cirkel. Ik ben echt idioot. Ja, bon. Ik ben solo. What the fuck, waarom... Hij paas die bounce pad niet. Ik hoorde net mijn trick doen. Mijn bounce trap. Mijn trap. Mijn bounce trap? Dat doe je niet. Nee, ik bedoel... ik dacht het niet. Dat doe je niet, jongen. Net hoe je die trap bounce. Mijn trap afmaken. Mijn tripte. Ik ben moe. Ah, ga je slapen? Fucking no-lifer. Je bent lang online dan ik. Dat weet ik. Maar je forceert jezelf om wakker te blijven, dat is het. Ik kan niet. Nee. Jawel, geen kanker tegenspraak. Je forceert jezelf, je mag pang pang, heb je gehoord? Je okay, forceert jezelf als ik ding, als je ding, als je bijna slaapt, maar gewoon niet bijna slaap. Ja, ga je trickshotten. Dan moet je niet zeggen dat je moe bent, schat. Jawel. Oké, okay, kan deze Razorback nog shitter worden? Ik zou hebben ze nog een keer genervd of zo, want die range is ver te zoeken op dit ding. Ik ben zo noob. Weet ik. Oh, je bent trash, oh my god! Je had ook nog bijna geturnd. Waarom zijn ninjas zo slecht? Oh, that's no scope, kid. Zeg, waarom is ninja zo slecht? Ja, deze is overtaker of even. What the fuck is jouw probleem, jongen? Vuile kankercamper, echt waar. Hoe kan je zo gewoon play? Hoe kan je deze game na 3 jaar nog steeds gewoon zo spelen? Door in een fucking hoekje te zitten met shock charges en trap mines. Hoe kan je daar fucking lol in hebben? Even fucking serieus. Stil naar beneden, doe het. Doei, camper. Eet de C4, goed zo. Dame. Wat een mis, man. Mijn teammate camper. Ja, oh mijn god. Waarom? Naar beneden schieten, toch? Sir, ik weet niet wanneer ik Black Ops nog hinderlijker vond. Toen al die trui's er nog in zaten. Of nu met al deze fucking kindjes die campen. En jullie zijn gewoon trash. Jullie zijn allemaal gewoon geneukt. Get fucked. Als Play of the Game bestond, was het 17 keer de Play of the Game geweest. Ah, storm! Hoe dat mis? En dan ga ik dood door iemand die lagt op een fucking streep. Weet je, ik ben hem helemaal zelf, is je dat? En waarom forceer ik mezelf om die Razorback te gebruiken in core? Want dit gaat echt niet goed. Kijk, push mij. Af en minister in. En dan word ik Olympia. Dus wie's idee was het om nieuwe shotguns in deze game te zetten? Ik zweer het. Don't fuck with me. Ik speel zo slecht. Ik had al geen no-scope, maar die tweede no-scope worden niet raak zijn. Ik heb ook geen no-scope. Oh mijn god. Waarom? Ik zweer, jij gebruikt een Shiva-appel close range map. Je bent een autist. Dus ik gebruik extended werk op de Shiva, what the fuck. Oh mijn god, waarom ga ik door zo'n autist dood? The fuck. Gewoon je bedje. Je vieses. Jongens, weet je wat jij mag doen, Navarro? Je mag wel kanker grote lul komen pijpen, ja? Waarom moet je grote bij zeggen? Daarom, om het extra dramatisch te maken. Ja, omdat hij zo klein is zeker. Ik weet niet of je hem wilt voelen tot je fucking darm. Eeuw. Wat is slender dan? Weet ik het? Ik zweer, ik ga Kuda gebruiken, want deze Razorback begint me te irriteren. Zit er geen rapid fire op ofzo? Oh, natuurlijk dat ik dit. Is het rapid fire? Huh? Twee hardcore. Nee, ik speel core. Waarom speel je met de Razorback in core? Ik weet niet, ik had zin in Razorback.
Dan moet je met een suppressor spelen. Dat is toch leuker. Gewoon iemand doodslaan, fuck it. Jullie gaan dood. Kijk, ik heb kanker, maar dat is. Waar is de treasure map in Snobby Shores? Ik wist het, maar ik ben vergeten waar het. Oh, in 100 hills. Dacht kijk. Ik huh? Echt iets te laat. Op een dagje van 1 uur. Ja, weet ik. Ik dacht ik al, ik had het in mijn hoofd. Maar ik dacht dat het gewoon een stukje bettenstijl was. Nee, dat is die treasure map. Ik zweer, ik word gefucking hipfired door een Shiva. Oh, ik alleen niet precies welke dag, maar ik zag het wel in de video. Dus dingen, die naast die kerk. Als je recht voor die kerk staat, ik weet wel, dan links ervan. Oh ja, links, ja. Als je ervoor staat, ja. Maar vlieg er niet naartoe, dus aan de rechterkant. Lekker, headshot. Dat is een wapen eigenlijk. Ik kan gewoon dansen als iemand op me schiet. Wat doe je schiet nu? Wat doe je schiet nu? Ik kan je leren met mij. Maar de F is niet zes, ik zag het net nog. Ik hoop dat hij weg is. Is er? Oh, dit is wel over de andere richting. Nee, geef maar een keer omhoog, dankjewel. Ik heb wakker met een kleur. Ik heb nog steeds een dinosaurus hier. Dinosaurus hier, ik ben. Die tussen die dinosaurus, oase en nog iets. Ik wil nog steeds, maar de liefde worden niet. Ik weet ook precies waar die is, maar ik kan het nu niet voor je marken. Broer, hij is op die kameel, jongen. Die freestyle. Nee. Die is hier zelf van die battle pass. Hij is op die berg naast die oase, zeg maar. En dan één verdieping omhoog en dan helemaal rechts. Het is moeilijk uitleggen. Ik zweer. Het is op een moeilijke plek. Ik heb die met doorstaan wel gevonden. Ik zie een puntje op de map. Huh? Ja, een puntje. Als je die Ik weet die fucking map niet uit mijn hoofd. Misschien weet je dat nog, ik weet nog niet kijken. Waar had ik ook dat cirkel mee? Ik ben een hand, ik was net in mode. Waarom heb jij een fucking Olympia met Ghost? Waarom ben jij zo'n zielige kankerjood? Ik zweer, waarom is jouw fucking hele familie gewoon niet vergast? Ik zweer. Waarom ga je dood en waarom liep ik die kant op? Ja, dan ga je niet dood. Nee. Ik zit in een fucking gebouw. Ja. Nee, zijn kankermoeder. Waarom moet die vrouw die Olympia hebben? Waarom moet hij ermee spelen? Dat de eerste ook. Nou, hij wil hem gewoon goud maken, ja? Nee, hij wil hem niet goud hebben. Deze game is niet meer fucking goud maken waardig. Jawel. Dus zijn hoeren kankergeneukte oma. Ik hoop dat zijn oma doodgestoken wordt door een fucking overvaller. Glitchen. Je bent nog steeds fucked, jongen. Maakt niet uit of je glitcht of niet. Hier, dood. Glitch maar. Je glitcht precies met die voor een goed zo. Double kill. Double kill. Ik ben naar Faro, Rowan is een ho. Ik ben naar Faro, Rowan is een ho. Jij bent naar Faro, je hebt een kleine pik. Waarom wil je hem stoppen? Nee, je nicht. Dat is incest, voel je naar Faro slecht. Hij wil die Pimo in zijn bek. Wat wil hij nu? Het is slecht hoor, want hij wil nu. Ik zag het is slecht om je licht te neuken. Nee, het is slecht man. Het is incest. Slecht. Ben slecht. Akashi in Boto sama. Tun, ik ben een god. Ik ben een god. Ja. Boto. Ik ben een god. Ik ben een god. Ja. Wie is de beste speler van Europa? LEA. Waarom doe je mee met hem? Hij is beter dan jij. Straks een beetje gelijk. Zeker gay, address skinny change en je ziet zijn koude. Je ziet zijn bas ook gewoon bijna eruit vallen in die broek. Ik zweer. Hadden kijken daarbij. Stop zo. Weet ik niet. Ja, ik keek gewoon naar zijn beentjes. Ik doe naar beentjes in die video.
Als hij Pokémon Go ging spelen. Kijk, nu moet je je mond houden. Ik wil dat kind gewoon zo kankerhard zijn tanden eruit slagen hoor, voor dat liedje, hè. Ik stress mij. Ik ben benieuwd hoe hij dat liedje kwam gewoon. Waarom? Ik zeg, hoe kom je erop? Hoe kan hij als een fucking 9-jarig kind of zo, die Russisch is, gewoon Engels? I play Pokémon Go. Every day I play Pokémon Go. Waarom ben jij zo dood? Je krijgt suiker van die pokoe, maar je blijft zelf zingen. Ja, daarom. Dat voelt me innerlijke suiker. Ik moet agressief worden, het is laat. Ik ben hippo, weet je dat? Hippo. Hippo? Ja, hippo. Niet. Ik ben geen hippo. Hippo betekent als je suikerziekte hebt en dan dat je dan je suiker te laag is, dat is een hippo. Ja, oké, professor Han. Dat is een hippo. Hypocriet is daarentegen wat anders, jongen. Hypocriet betekent dat jij zegt dat iemand anders iets niet moet halen, doen. Man. Huh? Ga gelijk niet trillen een hippo halen. Ja, dat is zo'n Chinees, hè. Dat is zo'n Chinees. Hij wordt zo'n 6 pakken duke die een Nutrilon kopen of zo. Zieke man. Daarna hij had 2 gekocht, je mocht niet meer dan 2 kopen, toch? Daarna hij komt na een half uur terug of zo, hij pakte weer 2. Hij zegt, hij heeft dat gekocht en zo. Hoe weten ze dat? Waarom gaat hij niet gewoon naar een andere winkel? Kanker zieke man, hij is dom, jongen. Hij was fucking 50 of 60 of zo. Hij kon amper goed Nederlands. Waarom kunnen mensen niet nadenken? Je gaat toch gewoon... Is er geen andere supermarkt in de buurt? Die Jumbo is letterlijk gewoon 5 minuten verderop lopen. Maar is niet... Hij is ook een kruidvat en Ethos ook nog. Dus hij kon bij fucking 3 verschillende winkels nog verder kon hij het halen. Ja, goed zo. Maak die tijdrijden voor me. Nu ga je dood. Goed zo, Navarro. No maak mercy. Precies. No fucking mercy. Maak die parkour af als... Net als Rico zegt. Niemand gunnen. No mercy. Niemand gunt mij ook. Kaolo Ninja. Blue Sushi Man. Nou, Rico, wil je nog Battle Royale? Ik verfilm. Ga weg, man. Jouw drie. Je bent een kankoor, jongen. Ik krijg suiker van deze mis, want we weten allemaal niet wat we moeten doen. Ja, dan kom je in fucking Battle Royale, zoek je het op YouTube op. Nee, want daar raak ik alles kwijt. Hey, WTF, waarom zijn er zoveel coins? Ayo, dit is een man. Ik ben gewoon online gekomen, hè. Gewoon weer. Gewoon fucking kanker. Gewoon kanker. Ik kan Battle Royale komen, maar na deze missie. Goed zo. Hoe lang duurt je missie nog? Weet ik niet. Ja, ik heb wanneer we erachter komen. Wat heb ik 2 tijdrijders compleet? Ik op YouTube, stuur die guy een bericht, want ik krijg stress. Ja, het gaat zeker op YouTube zoeken. Hier zit me nu echt. Ik moet 5 games winnen, ik moet nog 2 games winnen, dan krijg ik mijn shit en dan kan ik mijn daily zip bij je openen. Ik heb niet zin in super. Zin in super? Ik heb cirkel mee. Yeah. Ik wil die nieuwe film gewoon zien. Gaan we er samen naartoe, schat? Slenderman. Nee, van super. Die Broly movie. Slenderman. Hey, fuck Slenderman. Wil je zeggen dat hij in de bioscoop komt? Hij gaat niet in de bioscoop komen, hij komt gewoon fucking... Hij komt in Japan wel in de bioscoop. Ja, misschien in Amerika ook, maar... Maar Nederland heeft ook genoeg Dragon Ball fans hoor, geloof me. Volgens komt hij pas in januari. Als hij erin komt, ik ga hem kankar kijken. Hij komt niet in januari, hij komt gewoon in november. Wanneer komt die film uit? December. Ja, hij komt gewoon in december. Ik ga gewoon... Ik weet niet hoe ik het ga kijken, maar ik ga het kijken. Ik ga zo'n spoilers krijgen. Dus, het kan niet. Ik weet toch wel, Broly gaat dus broken zijn. Die gaan Goku en Vegeta gaan hem uithalen. Maar ze gaan hem niet uithalen, want dan gaat hij transformeren in Legendary Super Saiyan. En dan gaat Broly hun kankard neuken. En dan gaat Goku UI. Of ze gaan weer fusen. Of dan gaan ze een tory doen, gaan ze weer winnen. Klaar. Hou gewoon je bek tegen, want je praat echt hard. Lekker. Wat nergens van nodig is. Echt fysiek. Onder pagina. Heb je zeker een vader ooit gewoon naar een hond zijn ballen gekeken om te kijken hoe het eruit ziet? Wat? Je fantasie is echt heel apart, dus ja. Het is laat, jongen. En jij bent geneukt. What the fuck? Het is waarom? Zeker laat. Je praat echt heel veel onzin. Ja, onzin is zinnig, broertje. Onthoud dat. Nee, war machine!
Ga je niet door dood? Ik dacht dat van ah, nee, alhamdulillah. C4, kom op. Bait. Wat een bait. En jij gaat mij niet turnen, je bent daar veel te slecht voor, jongen. Sit the fuck down. Dood. Nee, ook. Dag, War Machine. Nu is die auto van mij. Ik vind het zo cute als mensen me proberen te turnen, maar de paal is zo ziek en hard. Rondrijden in een auto. Ik zweer, ik ben... Oh mijn god, mijn team... Ik zie nu pas wat de kankart aan het verliezen zijn. Met... Ik ga 9 om 1 teammate onder mij gaat 7 om 20. En ik sta eerste. What the fuck? Ik val van auto. Oh, ik ga scoren. Hoe moet ik scoren met golf? Erin slaan, letterlijk. Gewoon proberen, kijken hoe, waar je moet heen, want je moet het proberen. Het is helemaal op de laatste page, man. First trein. Je zou die golfbal helemaal vooraan zetten, want je gaat de hele tijd moeten proberen. First trein, nigga. First trein, nigga. Yeah, deze mensen waren zo slecht. Ik ga 17 om 2 in letterlijk 2 minuten. Nigger. Hoe kan je gewoon zulke mensen verliezen? Waarom kom ik... Oh. Ga kijken naar deze guy, hij is precies master level 65. Hij is sowieso kankerslecht, want hij had 6 om 22. Maryam, I love you. Dat is zijn klanten. I am Faroya. Girl, you got my heartbeat. Faro speelt Battle Royale. Heineuk, die bitch, kanker hard aan nou. Dat ging de liefde. Ja, wist je wat ik had gevraagd aan hem? Ja. Is er wat aandacht aan hem nou? Wie voor ons heeft dit als eerst gedaan? Hé, hey, er is niks mis met Anao, je moet het gewoon proberen. Dat zei ik niet. Ik zei gewoon de liefde. Hij ja, volgens mij de enige is die het heeft gedaan. Of jij ook stiekem, Loki. Wauw, bruh. Kijk deze, hoor deze caption, hè. Replace every sigh with alhamdulillah. What the fuck? Hoe heeft hij een 1.08 KD en gaat hij 6 op 22? Hoe? En hij is nog gefresht. Oh, je bent zo slecht. Dat is maar level 1000, jij gaat geneukt worden, let op. Leids level 1000, 1.46 KD. Jij gaat kankard geneukt worden, je mag gewoon nu al gewoon lieven. Ik zweer. Jij mag echt gewoon nu al lieven. Oh, je gaat zo hard gefinest worden. Oef. Ik zeg gewoon oef, letterlijk gewoon oef. Laat me alvast, wat zal ik aanzetten? Purifier. Laat me fucking purifier gebruiken. Iedereen verbranden, iedereen gaat naar hel met die purifier, ik zweer het. Ik praat zoveel trash nu gewoon over deze mensen tot ze me gaan melden met Haikel, ik zweer. Dat zijn 2 Grafty Spikes, dus 2 keer dat ik alvast doodga. Kom met Focus, daar gaat ze streep sowieso niet halen. Annihilator, ik zie nu al ga gaan noodscope wallbanged worden. Omdat hij de verkeerde persoon schiet. En Kinetic Armor, hij gaat mij, ja, ik weet niet. Kinetic is sowieso als Sunny. Ik ga alleen maar hitmarks krijgen, gaat hij me headshotten. Wat heb ik? Combat Focus, Vision of Pools, een glitch is allemaal, en een War Machine. Purifier je. Waarvoor hoe de beste? Waarvoor hoe de beste? Ik wil monster in de bijen komen. Waarvoor krijg ik een tussenfire als ik deze level 1000 neem? Nee. Oh, homo. Nee, ik ben geen homo. Heb mijn homo, jongen, of niet? Wat is de homo? You like dick? Nee, ik hou van poenie. Ik kan niet bewegen, what the fuck? This game, ja, this game doodle.
Rowan houdt van humor. Ik ga dood door een bot. Ik zweer, teammate, dat loop je tegen me aan. Kankernoep, jongen. Why are you shooting me, nigga? Why are you shooting? Ik word gedouble teamed. Jij gaat eerst dood. Jij gaat er nu dood. Jij gaat dood, dat de eerste. Ga ik reloaden. Komt dit boyfriend. Jij wordt ook gemeld. En jouw boyfriend wordt ook gemeld. Hier. Klaar. Play waarom zit je op mij? En C4 gaat te laat af. Dus dan gaat lekker een nieuwe. Teammate, jij gaat alvast gefinesse worden. Ik hoor iemand wou runnen. What the fuck, teammate? Ik ben gewoon aan het play door een bot, ik zeg het gewoon eerlijk. Maar hij deed het voor ongeluk. Nee, dat ook een bot. Kijk, je wordt gewoon one, dat bedoel ik. Ik zei, ze gaan op een rare manier one, gewoon melken. Je hebt hier Rico. Ik merk echt dat ik nu eigenlijk op alles klaag, hè. What the fuck? Wat is dat voor fucking klaas? Hij gebruikt Varex en dingen op zijn AVK en suppressor. Fuck voor klas is dit, jongen. Ik zeg, teammate, ik zeg, blijf niet tegen me aanlopen. Ik zeg, ga dood, ga gewoon dood. Push maar naar binnen, ga maar. Dood, zie je? Ja, goed zo. Jump die bullets maar voor me. Goed zo, teammate. En dan zit jij daar nog binnen. What the fuck is jouw probleem? Nu kan je het doen. Ik zweer, what the fuck is er mis met die hipfire in deze game, jongen? Ik kan echt gewoon nooit iemand hipfire. Wat? Ik word gewoon geduwd. Oh, ik heb je gravity spike ontweken. Jij bent nu echt salty, dat weet ik zeker. Rip jou. Je bent 100% nu echt gewoon boos. Je moet ook dood, goed zo. Goed zo, dat is de andere gravity spike. En daardoor wil ik niet doodgaan. En dan moet jij een fucking KVK hebben. Wat is jouw colo probleem, jongen? Ik speel gewoon echt trash. Ik ga 15 om 8. Ik moet snipen hem gewoon. Dat is een wapen. Ga die daar naartoe. Goed zo, team. Wat je denkt na. Fuck, score per minute. Wat is score per minute? Letterlijk met je. Of niet, Navarro? Wat is score per minute nou? Wat mijn score per minute is. Ja, wat voor betekenis heeft het? Het is niks, jongen. Je moet gewoon de hele dag flanken en als een pit spelen, ik zweer. Nee, letterlijk hoeveel score je in een minuut in de minuut. Oh, fuck. Nee, ik moet. Oh mijn god, waarom klimt die? Wat is mijn volgende challenge? 6 ik wil niet dood. Goed zo, team, lekker. Ik ga mensen hipfire met een suppressed dingo. Search just in perspective. Never mind, ik ga lekker dit ding gebruiken, want dit is fucking stupid. Hit a goal. Search just in Jim Junction. Ik ga naar Arby, ik ga naar Paradise. Ik heb een nieuwe skin over de Snatch. Hij heeft Kinetic. En hij is gewoon fucking slecht. Dit is een UAV. Die UAV, standby. Half uur komt een nieuwe skin. In de episode of een duplicate. Ik hoop dat kom hier, jongen.
Rondes draaien, goed zo. Purifier, let's go. Wie is dat? Wat is deze pijp slap? Wie is nou weer de party? Hij was heel dat in game chat ook niet slap. Ga eens weer terug. Aan mijn kinjeuk. Oh, dat is echt nasty. Nee. Enemy, teammate, let op jongen. De fucking guy daar. En ik werd te... Waarom speel ik zo fucking... Het is gewoon zo fucking raar dat ik gewoon... Ja, what the fuck. Ik wil toch just a lonely pakken. Oh ja. Free Fire. Hetero P. Leuke challenge, hè. Maar nu is nooit mee. Laat even kijken of... Hij is boven me! Teammate, dankjewel. Oh, nou ga ik ook even dingen hier zijn. Dat is ook de pijntrail, hè, en Lonely. Ik heb het niet kunnen doen. Mensen waren irritant. Help! Ik heb het ook niet kunnen doen, omdat ik die al... Omdat ik me al 5 had gedaan. Ik kan letterlijk stil. Geef me die headshot. Dat doe ik niet, want ik ben nou... Ik heb geen energie dacht meer. Nu ben ik wel aan het streken. Mijn pot is bijna voorbij, nog 5 kills. What the fuck zijn deze spawns, letterlijk. Ik weer een nulkamer. Ik ben gestikt door een grenade. Wauw. I'm done. Ik ben gestikt. En dan ga ik zo dood. Nog 2 kills, zijn spot is voorbij. Kom hier, 3, 2, 1. Oh, die guy staat AFK. Mijn vader gaat erin naar beneden, gaat dood. Gaat dood. En dat nigga, I will change. Ik zei nog, als ik ga stoppen, als ik dood ga, ga ik stoppen, maar ik ben zin niet dood gaan. 2 winsten. Hey, zo'n vriend van mij, zo'n Mattie van hem, heeft 2 keer solo showdown gewonnen. Hij heeft 10.000 V-bucks gekregen in totaal. Mm-hmm. Ja. Hij mocht meedoen met Summer Skirmish. Maar ik kon niet. Ik zou alles doen toen je die solo potjes moest spelen. Dat hij mocht niet doen dat hij te jong was. Wat? Dat hij niet meedoen met Summer Skirmish? Ja, hij mocht meedoen. Oh, hij mocht. Ik dacht, hij mocht niet. Jawel, hij mag meedoen. Maar ik ben doodgegaan. Fuck, ik word gesnijd. Sorry man. Maar soms kan het deze week moeilijker, man. Ja, ik heb wel comment. Kijken, gast. Ja, maar hij mag meedoen. Toen je, weet toch toen je die solos met z'n spelen. Oké, laat me even gewoon via YouTube gaan, want Blazers gaat er vastlopen. Yo, what faggot. Hey, fuck a fuck boy, Russian. Ja, ze gaat het. 13.000, ik ben gewoon een M8 voertje, echt gewoon 13.000 kills, the fuck. Ik ga ook Black Ops komen. Goed zo, moet ik leven? Ja. Nee. Ja, ik kan, anders gaan we potje op het patent, hè, moet ik leven, moet ik wachten. Ja, leuk. Dat moet je wel leven, ik dacht dat je een potje zat. Nee, ik was nog in lobby. Ga alweer double nuke choken naar varen. Ik ga weer op deze account, ik ben zin om te switchen. Nee. Lucid Dreams. Maar gaan we hardcore of hardcore? Hardcore. Dan kan je beter naar je andere gaan, toch? Dan heb je Ajax. Kan je weer fucking 21 op 0 gaan in 30 seconden. Of in 50 seconden of zo. Dat was echt leuk. Liefje, ik zweer het, ja. Je weet toch hoe je als je hackt? Liefje, je weet toch hoe als iemand hackt dat hij die kill of het helemaal vol zit met headshots of zo? Of gewoon een Ganu? Ja, deze Navarro heeft in 25 seconden gewoon heel de killfeed volgepompt met een Ajax op Nuketown. Hij heeft letterlijk iedereen lopen fucking wallbangen volgens mij in het begin. Ik zweer, die guy, hij is snel zijn hater uitgedropt ofzo. De eerste 10 seconden had ik 8 kills. Die guy heeft een fucking 15 seconden hater gedropt ofzo. TDM, hardcore hè. Hardcore TDM, dat is gewoon niet gezond bro, what the fuck.
Dat was echt grappig, ik zweer het. Ik zweer, ik zag heel die killfeed, ik hoor hem schreeuwen, oh mijn god, oh mijn god. Daar zie je heel die killfeed, daar varen we de bestie, alleen maar Ajax, Ajax, Ajax. Die ding bleef maar rollen, ik zag opeens 21-0, ik dacht, the fuck. En het spreekt niet eens, hoor. Ik ging 3-3, hè, ik ging fucking 3-3, ik kijk naar scorebord, ik zie 21-0, the fuck. Wat, 21-0? Ja. Ja, in 1 minuut. Niet eens een minuut, jongen, 50 seconden of zo. En toen ging ik dood. Wow. Wat zou je snelste nuke ooit kunnen zijn, ik zweer. Ik heb een nuke gechoked met MR6, ik zweer. Gesuiker. Weet je van nukes ik had gechoked met de M8? Ik ging voor M8 nuke, het lukte gewoon niet. Elke keer dood op. De meeste nuke die ik heb gehad is waarschijnlijk met Manowar, maar mijn beste wapen is M8. Dat is 100%. Ik denk Dingo, man. Ik heb eentje met Galil. Ik heb Dingo. Ik heb er iets van 3 of zo met M8 op dit account. En de rest is met Manowar en eentje met BRM. Nee, volgt niet. En op mijn andere account heb ik de rest ook volgens mij gewoon met Manowar. Als het goed is. Ik mis mijn oude Manowar plus. Toen Manowar niet was genervd. En ik ga geen Purefire gebruiken, want ik ben geen bitchboy. Maar ik ben wel een bitchboy genoeg om Tempest te gebruiken. Ik wil ook de Purefire is echt leuk. Dat is hinderlijk. Je moet opnieuw dan met hater, dat is gewoon niet normaal. Kijk, we gaan hardcore. Gelijk dingen veranderen. Nee, stop. Als het splash komt. Ik zweer, als het. Ik heb random gekozen. Ik dacht, als in playing games zouden komen, zou ik schreeuwen, want ik heb mijn dingen nog aan, mijn Tempest. Tempest, in hardcore. M16 in hardcore, hoe zou dat zijn? Dat is best goed. Fastmax. Wat gebruiken? Kan doen. Fastmax kweet wel Elo. Ik ga long barrel en Fastmax, man. Zeg maar nee, Klaas, klaar dan. Eigenlijk, is het Infection of niet? Anders had ik liever. Ja, Infection komt wel. Ik weet niet of je wilt. Ja, ik blijf wel. Is dat een tryhard, hè? Nee. Laatste scorpion, die score guy onder mij heeft de 240 scorpion minute. Mooi dat ze, ja. Ik heb één lage scorpion minute op dit account met hardcore. Omdat ik gewoon fucking trash was op dit account met hardcore. Wist je nog? Ik wou nooit hardcore spelen. Omdat ik het niet kon. Ja. Je bent een Nee, je bent een fucking noob. Ja, ik sta hoger bij jou op die leaderboard dan mijn andere account. Suck my dick. Ja, omdat jij voor je, dat zei je wat hardcore TDM gespeeld. Ja, ik ging voor leaderboards. Lekker, lekker. Ik stond een keer 2000. Stond een keer 2000 in lobby. Ja, is free hardcore free vooral, ja. Hm? Ik stond ook een keer 12 in hardcore free vooral. Niemand speelt dat. Dat speelt alleen maar Korean, jongen. Korean speelt dat alleen. Korean is over. Koudo een 800 score minute, bro. Die guy, jongen. Ik zweer, ik weet niet wat hij heeft, maar hij kan gewoon lekker gaan met elk wapen. Letterlijk. Kut, verkeerde wapen. Waarom pak ik een BRM? Waarom? Hij pakt doet mijn G-slide, ik kan niet G-sliden. Teammate schuif! Ga je wel schieten, jongen, je geeft me suiker. Ik ga dood, ik zweer. Ik speel niet al. Kijk je op je. Fucking camper. Maar rust. Er zijn altijd wel mensen die helemaal moeten omlopen en ik krijg een hitmarker. Ik haat hitmarkers. Als jij mij snipt in hardcore, ik zweer. Ik zag daar wat vliegen, ik zweer het. Kom hier. What the fuck? Wat pakt hij voor u? Krachtsuiker. Hij pakt die bar in diep. Ik word gekost met neef. Nee. Als ik er dood zou gaan, ik zweer. Boom. Lekker naar Karel. Ah, ik heb eraf staan, sorry. Ik zou het niet gebruiken, je gaat team miskillen, ik zweer. Fuck. Waarom keek je niet naar die kant? Hij heeft me low geschoten, man. Ja, laat maar. Ik kon mijn kinetic niet eens gebruiken. Voordat ik. Ja. Ik heb die guy met map. We gaan die fucking voorkomen. 3, 2, 1.
waste, Lama. Ik heb mijn kinetic gewaste. Ik heb mijn kinetic fucking hard gewaste. Lama, ik heb hem geturnd met dat. Waarom draag je hitmark op point blank? What the fuck? Oh mijn god, waarom spawnen we daar opeens? Waarom kan hij zo goed aimen met die RK5? Met de ELO? Moeder. Dat het ELO heeft. Je hoeft maar één kogel, nee, twee kogels te raken. Dat is één beurt. Als ik dood ga, als je ergens een M16 vindt, kan je die oppakken. Had ik als koude voet aan het bereik, sorry. Feet. Lucid feet. Ik hoor hem hierachter. Yep. Ik zweer, die M16 is best wel hinderlijk. Ik ga je geen ELO meer opzetten. Ik ga je gewoon dat dood opzetten. Want deze ELO is fucking hinderlijk. Ik ga hem macht pakken, want ik krijg stress. Als ik door hem dood ga... Bruh. Ik kan niet aimen. Bruh, ik ben een bot. I'm a fucking bot. Boom. Ik zweer, waarom speel ik zo fucking raar? Ik zweer het, the fuck. Kijk, ga daar alsjeblieft naar boven, je gaat een burst eten. 3, 2, 1. Ik heb een collateral. Als hij me killt in mijn kinetic, ik kan niet aimen. Ik ben noob. Ik ben echt noob. Ik zweer, hoe ga ik nukes halen als ik zo trash speel? Oh, wat is je, waarom is je aim zo goed? Je bent een bot. Hij is zeker een bot, maar hij heeft de hele tijd first shot. Je hebt kans dat hij hipfired al die shit gewoon, hè. Hij was letterlijk op afstand. Oh, ik kill daar mij. Ik weet het. Dan ga ik weer diep, man. Nee, jongen. Hoe one-burst hij me zo, van zo ver met die RK5? Hoe kun je het eens hardcore? Maar dat ding moet er geen damage doen van die range. The fuck? Die boy met die RK5. Kijk, kijk. Ga je heb glitchen, je bent fucked. En ik ga dood. I'm done. I'm so done. Wat voor je, dat is dit. Ik heb mijn sensitivity veel te hoog gezet voor cross the map 1, ik zweer. Ik ben van 4-5 naar 6-7 gaan naar 9-10 ofzo. Mijn team gaat me nu killen. Het is zo weak, oh mijn god. Nee. Je bent een bot als je mij killt. Kinetic, kom op. Ik zweer, ik word gehackshot in mijn kinetic. Ik word eigenlijk al bijna heten, maar ik heb geen zeten aan. Teammate, wat doe je? What the fuck? Teammate, waarom kill je me weer? Ik zweer het, hij moet dood. Wie? Kill Steve. Ik heb een net gekillt, van dat hij mee. Killstreak, jij moet dood. Ik zat op een fucking mercy, ik ga bijna naar reps. Ik zweer, Navari was bijna voor mijn burst geschoten, hè. Of wel gesprongen, hè. 1 milliseconde, als je 1 milliseconde eerder schoot, had ik echt collider op met die enemy. Ik heb corn in de dingen gezet. Hey, ik heb 30 kubus liggen. Oh, dat is een mimic. Ah, je moet het toch nog even op. Wat een kill daarmee, zo leuk. Nou, ik ging echt gewoon doodoo. 4kd. Nou, ik ging doodoo, bijna 3kd. Maar dan ging ik doodoo. Was dat de laatste kill? Maar iemand werd te ver wel de laatste kill. Ja, fuck. Ik had iemand zo'n kill even toen dood. Nou, dat is pech voor die guy met final kill. Ja, jammer. Ja, zeker ja, maar dit is leuker. Oh, tegelijk.
Die MW, hij heeft MW2 in zijn client exit of in zijn emblem zitten, maar ik weet zeker op MW2 is hij ook gewoon net zo fucking slecht, misschien nog slechter. Want daar word je gemeld door elk fucking wapen in de game, dat is niet normaal. 2-shot. Ik zweer, de meeste wapens zijn dat 2-shot als je stopping power set. Dat is gewoon echt zo, hè? Ik heb geen zin om naar beneden te lopen. Oh. Heb je dorst of honger? Of moet je poepen? Ik heb dorst. Dan ga je, ga naar de badkamer, drink water uit de kraan. Eeuw. Het is niet koud in de badkamer, alleen in de ding, de keuken. Water, gatse. Je haat jezelf voor 80%, hè? Rowan, please be the one. Lus jij was parrot? Ja, maar wie niet? Als je dat niet lust, ben je raar. Dan ben je gewoon ziek in je hoofd. Ik kan niet van dubbel water, man. Rowan, jij bent een man. Ik zei, dan ben je gewoon ziek in je hoofd. Mijn oma loeft het gewoon. Ze koopt alleen, ze drinkt geen normaal water, ze drinkt alleen dat. Ja, ik ook. Ik precies dat gewoon. Ik vind het wel lekker met Ciro, maar nee, ik kan het niet. Hey, ik ben level 600. Alleen dan vind ik het lekker. Omdat ik hou van Black Ops 2. Letterlijk iedereen die ik tegenkom wil mijn water en spuit drinken. Ja, RT, maar ja, je mogen lekker maar gewoon pang krijgen. Ik weet, maar heel veel mensen haten wel. Ik heb die nieuwe sniper, die dragon. What the fuck? Oké. Je sniper, die weet niet, ben je die erin van. Ik krijg een FMJ voor XR2. Is er weer een nieuwe sniper? Ja, Dragoon. Ik ga hem volgens potje gebruiken. Kom maar, core. Nee. Hey, ze hebben PTRS 41 in World War 2 gezet, hè? Dat ding is echt broken. Op World War 2. Sniper. Ik heb best wel zin in WW2 om eerlijk te zijn. Ik weet niet waarom. Ah, goed zomaar. Ik heb er ook zin in. Maar ja, ik kan het niet spelen. Ga het downloaden, jongens. Ga het morgen blij. Ik was zo slecht in WW2. Ik heb maar 1.2 KD of zo. Ritty ga in PlayStation Plus. Wie? Ritty. Wie? Ritty? Ja. Hij pakt van zijn ex. Dat is Rowan. Honey. Finesse. Police hij is mijn nigga, hij finesse de Chimio, als ex ook. Hoe is het er nog steeds niet achter gekomen? Is zo stupid. Ze moet het daar niet, ze wil het gaan. Dat is er raar, dan ben je gewoon ziek in je hoofd. Je gaat je ex gewoon niet zoiets gunnen. Hij is zo ziek. Ja, ziek. Maar volgens mij denk ik er ook niet eens aan. Want ja, zo'n long pissen wel, ja. Ik zie er ook nog FIFA spelen. The fuck? Waar heb je daar een PlayStation? Ja, dat is een lang verschil. Je weet zeker dat hij, dat zijn nieuwe boy heeft die alleen maar FIFA speelt en daarom is hij FIFA gehaald. Nee, maar zij zit zelf ook echt op bunny en zo. Ja, weet ik. Maar nog steeds. Ik heb haar nog nooit FIFA zien play hoor. Nee, je hebt toch al van Ricky? Niet meer van Ricky. Ja, ik heb dus een team mee. Oh, ik dacht... Dat is het over Ars had. Ik had niet over Ars. Oh, dacht al. What the fuck? Dat is de man daar. Ik heb dat niet. Ik dacht, je had haar nog als vriend. Ik dacht, what the fuck doe je met haar als vriend, jongen. Rare man. Nee. Het zou me eerlijk gezegd echt niet boeien, maar ik vind het raar. Dat mag hij niet. Dat weet je toch wel. Weet ik, maar... Daarom vond ik al zo raar van. Waarom de fuck heb jij als vriend? Dat is echt letterlijk hinderlijk. Gewoon geen andere woorden voor. Ik heb echt respect voor jou dat jij een jaar met haar hebt volgehouden. Een jaar en 2 maanden. Moet ik wel precies houden, hè? Ik zweer, fuck my life, ik kon 1 killtje in hitten. Nou, dan 2 weken is ook een gek worden van het kind. Maar ja, als ze je meid is, was ze wel nauw. Tot ze hinderlijk begon te doen over elke fucking meid ooit. Dat was ook mijn probleem. Dat was fucking mijn probleem ook. Yep. Bedoel maar, ik heb met jou. Ik ga niet vreemd hoor, doe rustig. Wat een eerste illusie, hè? Omdat ik word gemeld. Oh, ik heb bijna reps. Ik heb onderweg naar huis. Ik ging naar binnen. Ik zeg, ja, waar was je? Ik zeg, buiten. Ik zeg, waar? Ik zeg, in Zuid. Waar van Zuid? Kan je ze landen? Met wie? Ik zeg, gaat je iets aan? Dan ging ze altijd doorzetten. Je moet tegen, je moet dat bedijen, broer. Ja, gelijk gewoon erin pompen van... Wie ben jij? Oh, Navarro, sorry. IJsland, zeuren. Ik zei zo, met wie deze lief.
En toen werd ze boos. Het ging ze schreeuwen aan de tv dat ik ophangen. Navarro, ik zeg, het komt echt door het liedje, ja, ik let er niet op. Omdat het liedje in mijn oor zat te schreeuwen. Ja, ik had het steeds in de kaart, dus daar hangt het ook gelijk op. Dan ga ik terug schreeuwen. Ik ben weer gek dat je me gaat schreeuwen. Niet echt doen. Ik ga terug schreeuwen, bro. Ik word para dan, ik word dan gewoon Yusuf op para, ik zeg. Ik zit in de tram. Ik kan daar echt niet tegen. Ik had er 2 in, man. Ik dacht 2 in, man. Ik zit dan. Hij heeft mij 1 headshot. Maar wat is je probleem? Je hebt toch niet meer met... Nee, dat bedoel ik. Dat zegt ze ook altijd van, ja, ik heb er ook moeite mee. Oh, heb ik niks te zeggen. Ja, waarom vraag je dan door? Ja, precies dat. Als je er fucking moeite mee hebt, waarom doe je het jezelf aan? Bedoel, ben je autistisch? Ben je dom? Toen ik hoorde, what the fuck ben ik het doen? Ik ging gelijk op, gewoon gelijk. Gelijk, ik dacht niet eens na. Dat is een man. Schreeuwen moet je echt niet doen. Ben je hoofd? Als je ouder dan was, kon ik nog zeggen, oké, okay, maar... Nee, nee, als je ook ouder dan mij, een jaar, dan komen 5 vrienden. Wat gooi je dus voor op mij, broer? Sorry. Lekker even, je bent dood. Ik ben zo kapot uit de laaien, Navarro, wel. Echt op een ongeluk. Waarom word ik toch een nat op mijn kinetic, jongen? 2 kogels, broer, 2. Stop, stop het. Haap hier. Ik krijg heel de tijd hitmark, dus ik zweer het. Kut, ICR. Spawn daar, enemy. Spawn daar even. Goed zo, Dagoe. Goed zo, Dagoe. Spawn flip. Spawn flip, yeah. Maar ik heb mijn kinetics heels gepakt. Teammate had me bijna gekillt per ongeluk. Ja, spawn flip, spawn. Yeah, spawn flip. Nee, geen spawn. Hier spawn. Oh! Mijn purse was eruit, maar het connecte niet. Hij heeft me gekillt. Ja, ik heb een dragon overpakt, dat wil ik niet. Dus hij heeft nu een dragon in de game en een dragoon. Nee. Hij heeft dredge. What the fuck? We spelen maar tegen 4 enemies. Ik dacht al, dat gaat zo traag, jongen. ...100% spawn flip, 3, 2, 1. Yep, dat is ik hoorde iemand warren, maar ik ben echt gevoerd. En dan is het op de grond. Ik heb mijn kinetic nu, hè. Holy shit. Dat was snel. Hoeveel mensen zitten hier in 3? Wat? Dat kan hier, snel. Goed zo, jij let niet op je geluid. Hier is toevlug. Fuck, waar spannen ze? Ren niet voor me weg, jij vieze... Ik heb hem hoor. Ik heb bijna mijn eten. Maar we moeten nog 2 kills. Dat is... Kijk, Rohan. Ik ga mijn heater niet eens kunnen halen. De laatste kill, als ik die maak, heb ik mee. Nou, moet nog 1 kill van maken. Dat was zo'n traag, sloom potje. Het is gewoon hinderlijk. We hebben bij elkaar 70 kills. Ik kan grinden van de level 48, maar daar heb ik helemaal geen zin in. Wat heb je dan? Zeker. Ga dan op Navarro de best dan. Ik moet je KD zien eigenlijk, ik heb er nog niet van gekeken. Het is net 4 of net 3. 4 of 3. 3 bit nog wat? 3 bit 8, 7 of 4. Zal ik op Temp Drex komen? Ik heb dat toch eten op. Dat kan wel precies meisje daar worden. Ik ben toch al level 600 hier. Het enige wat ik doe is alleen maar levelen om ooit level 1000 te hebben. Ik ga dan even mijn andere academie halen. Maar ik ga niet in de party, want dan word ik jullie helemaal kut gewoon. Ik weet niet, dan glitst er helemaal. Nou, maar je moet jezelf muten. Je moet jezelf gewoon muten dan op die account waarmee je niet speelt. Dan gaat die glitchen weg. Nee, maar dan nee, moet je gelijk muten hoe je die party binnenkomt. Zo irritant, jongen. Ik gewoon... Juist, ja. What the fuck? Er staat... Ik wou net zeggen, daar staat ik maar 599. Dat is Sunny. Ik was net nog... Met 600. Kan niet. Hoeveel damage doet dit ding? Vergeleken met SVG? Dit ding heeft hetzelfde damage profile als SVG. Dat kan nooit. Dat kan nooit. Oh,
En een fire rate? Fire rate is 3 blokken. Hij is 1 blok hoger dan SVG. The fuck? Locus? Wacht. Bolt action that one shot kill to the chest and above. Nee. Laat maar. En Locus? Locus is... Nou ja, ook 3 blokken. Nee. Dit ding is slapper dan Locus. Maar het is sneller. Ik bedoel, even snel. Even snel. 3 blokken, maar waarschijnlijk is dit ding gewoon iets sneller. Want dit ding is net als die ballista. Dit is die ballista's damage profile. Van boven chest. Boven chest is one shot. Locus is nog je buik en zo. Heel je romp is je one shot ook bij Locus. Maar deze hier staat alleen chest. Dus dat ding is gewoon, dus met andere woorden, het ding is gewoon trash. Gewoon klaar, het is trash. Dan had je het willen gebruiken? Nee, laat maar. Hier, het is, oh mijn god, laat maar. Ik ga het al helemaal niet gebruiken. Hetzelfde damage profile als interdiction. Hell no. Eel. Kom zo. Eel. Echt gewoon eel. Nou schat, ik kom maar aan op mijn andere account. Oh, iemand had nog iets gecomment. Oh, Russen zijn hele kanker lelijk. Ja, jij ook. Hi. Bailey.